met het programma Candlelight. En we gaan weer een aantal gedichten voor... Toch ook even stil, ik zit midden in een romantisch programma, man! Oh, moeten we die eerst even... Wacht nou eventjes, wacht nou even, ja, steek wat kaars aan, ja. Planten draaien. Wat gevoelige gedichten voorlezen. Ik heb hier een gedicht. Hij doet dat het niet, Dick. Geschreven. Dick. Wat is er nou, de groot? Wat doet het niet? Wat doet het niet? Ja, een steker, die heb ik gekregen bij nieuw lid van de NCNV. Ja, de groot. Kan ik nou even een beetje een romantisch programma maken of krijg ik dat gewoon onder tussendoor? Mijn wilde Lucifer. Ben even bezig met kende dinges. Ik heb hier een brief. Een brief van... Ik heb... Ja, de groot, dat is niet te lezen. Zet, doe hier een lichtje aan met al die belachelijke kaarsen. Hier, zet hier een kaars bij. Zo, dan kan ik een klein beetje... Zal ik er ook even voor het raam zetten? Ja, zet ook een kaars voor het raam. Een brief van... Ik word daar zo ontzettend moe van, hè? Hier, kaars. Een brief. Een brief van Leontien uit Voorburg. En zij schrijft mij het volgende. Als de lente komt, dan stuur ik jou tulpen uit Amsterdam. Als ik wederkom, breng ik voor jou tulpen uit Amsterdam. 1000 gele, 1000 rode zeggen jou het allermooiste. Wat mijn mond niet zeggen kan, zeggen tulpen. Tulpen uit Amsterdam. You ain't nothing but a hound dog. Ja, de hond! Je zet ons niet zo klaar achterover. De hond! Oh, nou, daar komt de man! Rustig muziek, rustige muziek! Wat een kokers, wat een oefie, Hoor even, ik zeg, zet die plaat af, loopt die gewoon tegen die piekep. Wat een oene, je loopt toch niet gewoon tegen een piekep, dat zet je toch gewoon af, man. Loopt er gewoon tegen handen, valt er tegen overheen. Logisch, als het donker is, dat ligt niet eens jammer. Nou ja, volgende gedicht. Stomme programma met die loodkazen. Aan de grote even stil. De groot, die violen moeten zachter. Ik hoor mijn eigen stem niet eens. Kunnen die violen nou niet zachter? Wanneer, voor elkaar even last van. Even een beetje minder. Even een beetje minder. Even een beetje minder. Zit het hele concert even een beetje minder. Tegen de heren van het concert. Nou ja. Ja, laat het zo maar. De groot, ik slaap nog niet. Het volgende gedicht is een anonieme brief. De afzendster. Hoor liever niet dat haar naam vermeld werd. Het heet Jij. Jij. De eerste keer dat jij me wilde... Er zit hier een kaarsvlek overheen, de groot. Die kaarsen die druipen als een gek. Wie koopt er nou van die druipende joekelaars? Je koopt er een beetje behoorlijke, zo'n hartstikke duur programma. Wat denk je wat dat kost? Dan koop je toch niet van die goedkope jongens. Dat was een aanbieding. Druipkaarsen. Moest even kijken, de hele boel zit onder het kaarsvet. Kijk eens, het loopt overal heen. Ja. Kijk dan. Nou. De eerste keer dat jij me wilde. Ja. Kaarsvlek. Dat jij me wilde, kaarsvlek. De eerste keer dat jij me wilde, kaarsvlek... stond ik voorover in de keuken. Jij gaf me een kaarsvlek. En ik vond het nog kaarsvlek ook. Joker.